Een goedemiddag allemaal, van harte welkom. Ook de mensen online. Ja, we zijn niet online, maar we gaan later online via Kruischannel. Dankjewel. We spraken net over Heer, u bent goed. De goedheid van onze levende God, die jou helpt om te kunnen leven. Amen. Ja, Vader, ik dank u wel, Heer. Dank je wel, Vader, voor uw liefde. Dank je wel voor geloof. Dank je wel dat u geloof in beweging zet, Vader. Heer, ik dank je wel voor ook deze middag. Ook voor deze prediking over geloof. En ik wil u gewoon vragen dat de mensen aangeraakt mogen worden in de zaal. Maar ook de mensen online aangeraakt mogen worden. Heer, dat ze diep bij uw Vader had mogen komen. Heer, ik dank u ervoor in de naam van Jezus en de volk van God zegt amen. Halleluja. Amen. Ik wil vandaag met jullie hebben over de kracht van geloof. Alles is mogelijk voor wie gelooft. Kan ik een amen horen? Amen. Alles is mogelijk voor degene die gelooft. Wat hebben wij nodig? Geloof. Geloof hebben we nodig om iets te kunnen veranderen in ons leven. Geloof is waarheid. En niet zomaar waarheid. Het is gebaseerd op God zijn feiten. Dat God jouw geloof gaat geven als een mosterdzaadje. Het groeit. Als ik kijk, 20 jaar geleden, hoe mijn geloof toen was, toen had ik een babygeloof. Kijk, we hebben hier ook Samuel. Maar Samuel heeft geen babygeloof, Samuel heeft groot geloof. Ondanks dat hij een baby is. En dat is het ook het mooiste, dat God wil geloof geven aan jou. Geloof geven voor bijzondere dingen te doen in jouw leven. Amen. Laten we ontdekken wat geloof kan doen. Geloof kan bergen verzetten. En dat denk ik niet aan een Mount Everest, dat denk ik niet aan. Maar ik denk aan een berg van een probleem in je leven. Een ziekte kan een berg zijn in je leven, wat jou bezighoudt. Maar als jij in geloof gaat staan, dan kun je spreken tot je ziekte. En het zal verzet worden. De zegeningen van God kunnen we ontvangen door in geloof te gaan wandelen. Wie wandelt in geloof? Amen. Amen. En dat is belangrijk. Wandelen in geloof. Geloof is de sleutel tot de onmogelijke dingen. Dus wat niet mogelijk is bij mensen, is mogelijk bij God. Halleluja. Juist. En dat is heel belangrijk. Jezus die zegt op dat moment, als gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Marcus 9 vers 23. Jezus maakt daar duidelijk dat geloof de sleutel is die de deur opent naar de onmogelijkheden. Nou, wie is al eens een keer zijn sleutel verloren? Wat had je dan? Ja, kijk, je kan ook een breekijzer in je auto neerleggen. Ja, je kan je bril, je kan niet meer het huis in. En dan zeg je, ja, maar hier heeft me toch sleutels gegeven? God die geeft jou sleutels, maar hij geeft jou wijsheid. Om die sleutel goed te beheren. Dat is ook belangrijk in ons leven. God die heeft jou bepaalde sleutels heeft hij jou gegeven om te kunnen leven. En het kan soms duur zijn als je je sleutel in je deur laat zitten. 45 euro. Dat was nog een kopie. Sleutelmaker erbij moet hebben. Maar die sleutel die is belangrijk.
Want zonder die sleutel, ik kan jou mijn auto geven en zeggen, kijk Gabriel, hier heb jij mijn auto. Maar ik geef je de sleutel niet. Heb je dan iets aan die auto? Huh? Praktisch niet. Maar jij denkt natuurlijk weer op een andere manier. Jij denkt van, ik kan er toch oud ijzer van maken. Kan ik het verkopen als oud ijzer? Ja, dat kan ook. Nee, maar God die geeft jou sleutels in jouw leven om te kunnen veranderen. De dingen die onmogelijk zijn. Dus als we de sleutels van God gaan nemen in ons leven, dan hebben we goddelijke ingrijpen in alles. Halleluja. En dat is heel mooi. Punt nummer 2 is, vertrouw op God zijn belofte. Want zowel beloften van God als zijn als die van hem zijn ja en amen. Het is ja en het is amen. Dus het is de belofte van God dat hij jou wil zegenen. Halleluja. Zijn belofte is zo cruciaal. Kijk, stel je voor, ik zeg tegen jou van, hé Timon, ik zie dat jij hele slechte schoenen hebt. Nou zijn die schoenen heel goed, maar ik zal een nieuwe schoenen beloven. En ik doe het niet, wat zal Timon zeggen tegen mij? Wat denk jij, Vivian? Ja, ik heb het beloofd. Zo is het ook bij God. God heeft jou beloofd dat hij jou een leven in overvloed geeft. Wauw, ja. Dat is zo mooi. Dan kun je gewoon op gaan staan en zeg je, vader, u heeft dat gezegd, u doet wat. U geeft mijn leven in overvloed. Vertrouw op God zijn belofte. Hè? Vertrouw er gewoon op. Hè? En wat is belangrijk? Heb geloof als een mosterdzaad. Nou, wie heeft wel eens een mosterdzaad gezien? Ja? Hoe groot is die? Zo klein. Maar oké, stel je voor, je stopt die mosterdzaad, stop jij in de grond. Wat gebeurt er dan? Zou je een klein struikje krijgen, net als een aardbeienplant, Gabriel? Of zal dat een hele grote boom worden? Een grote boom. Dus je moet nagaan. Dat geloof kunnen we maken in ontwikkeling, in ons leven. Het gaat langzamerhand, gaat het groeien. Langzamerhand ga je dus uitstappen in stapjes te maken in geloof. Nou, stel je voor op een gegeven moment dat je geloof hebt, zoals Samuel. Hè, Samuel heeft geloof. Hij heeft geloof dat hij elke dag een fles drinken krijgt. En dat de zondag begaat voor hem. En dat hij gaat, hij gelooft dat God hem zegent. Daar heeft hij geloof voor. En dan handelt Samuel, die handelt vanuit geloof. En weet je wat dat handelen is? Dat doen jullie nog niet zo vaak. Wat denk je wat Samuel doet? Hij lacht, hij schatert en hij is blij. En dat is ook iets wat ook heel belangrijk is in ons dagelijks leven. Dat we blij zijn. Want God die wil jouw vreugde in jouw leven geven. Want de vreugde zal jouw leven veranderen. Als je elke dag chagrijnig bent, dan zeggen de mensen ook tegen jou, ben jij een christen? Ben jij een christen? Ik zie het niet aan jou. Altijd chagrijnig. Nee, God die wil jouw leven geven in overvloed. En als je dat niet hebt, dan ga je in geloof staan. Dat je zegt van, vader, de vreugde des Heren, dat is mijn kracht. En ik ga gewoon in die vreugde staan. Of ben ik ook niet blij? Dan ga je gewoon voor de spiegel staan, hè, Deborah? Gewoon voor de spiegel en dan ga je naar jezelf kijken. En dan zeg je, ik kan niet lachen en ik ben hartstikke zagrijnig. Nou, dan ga je vanzelf lachen. Maar de vreugde is hier. Je mag proclameren dat jij die vreugde van God in je leven hebt. Amen. Die was het zoutje. Maar heb je klein geloof? Maar niks uit. Je hebt geloof. Heb je een groot geloof? Amen. Halleluja. Ik geloof zelf persoonlijk dat wij hebben definities van geloof.
He, dat is definities van klieren bijvoorbeeld. Sommige mensen hebben hele grote klieren, zijn het. Sommige mensen zijn een beetje kleine klieren. Maar we hebben allemaal klieren, hè? Sommige mensen kunnen goed klieren. Ja, ja. Ja. He, dus we hebben allemaal definities, hebben wij ook in ons leven. We hebben definities, de ene is blijer en uitbundiger als de ander. Weet je wat belangrijk is? En dat heb ik wel geleerd in mijn dagelijks leven. Wees standvastig in gebed. En onwankelbaar. Want ben je standvastig in je gebeden, dan gaat de Heer jouw gebeden horen. Kijk, stel je voor dat je maar één keer per week naar de bakker gaat. Op de zaterdag. Dan eet je maandagsaus brood. Vind je dat lekker? Hè? Het is al voedzamer, hè? Al brood, hè? Dat wel. Ja. Maar oké, ik stel je wel voor dat het woensdag er nog is, die brood. Schimmel. Ja, dan heb je schimmel. Moet je in de vriezer doen? Je kan het in de vriezer doen. Je hebt een paar van die slimmigheden bij. Maar zo is het ook in ons dagelijks leven. Als we maar één keer in de week gaan bidden. En één keer in de week iets verwachten van God. Dan zullen we het ook maar één keer ontvangen. En ik denk dat geloof is relatie. Relatie is een werkwoord. He, als we gaan bidden, dat we bidden zonder twijfel. Want wie twijfelt, is als een golf van de zee die door de wind wordt meegesleurd. Maar God die wil jou een evenwichtig en standvastig geloof geven. Nou, dat is wel een periode voor nodig. Hè? Daar heeft de Bijbel, die heeft het er ook over. Hè? Over mannen die rijp zijn. Hè? Kijk, als je kijkt in mijn leven, hoeveel jaar ben ik al in het Koninkrijk van God? Dat is al heel wat jaren. 20 jaar ondertussen dat ik een gemeente leid. Als je mij vraagt in het begin, kon je die gemeente leiden, Hans? Zegt nee, echt niet. Was ik er eigenlijk al nog helemaal niet klaar voor. En zo denken wij ook vaak over geloof. We zijn er nog niet klaar voor om met iemand anders te bidden. Of voor onszelf te bidden. Daar zijn we nog niet klaar voor. Maar God die heeft iets bijzonders voor jou. Als je niet twijfelt, dan ga je ontvangen. Verwacht grote dingen van God. In hem, Efeze 3 vers 20, hem nu, die bij machten is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de wet. Amen. De kracht die in ons is. God is in staat meer te doen als het jij ooit kan bidden en beseffen. Zoveel meer. We kunnen, bijvoorbeeld we hebben een rotbaan. Of we hebben rotwerk. Stel je voor dat je rotwerk hebt. Dat je denkt, al die dozen. Varkentjes. Ja. Of al die varkentjes. En dan krijg je ook nog een cadeau als een varken. Op je verjaardag. Heb je hem al meegenomen onder de douche? Ja. Oké, prijs de Heer voor. Kijk, en dus. Ja, maar dan kunnen we ook bidden. De Heer van Vader, verander mijn situatie. Verander mijn bedrijf. Verander mijn huwelijk. Verander mijn relaties. Verander mijn financiën. En verander misschien mijn auto. Kan ook. Heb je in één keer een hele mooie Ferrari, wordt het in één keer de dinkie toe. Je moet God wel vragen om exact het juiste wat je wil hebben. Ik heb ook eens een keer gevraagd aan de Heer. Toen was ik in het begin, was ik voorganger in Hoge Zand, Sappemeer. Zeg, vader, ik wil eigenlijk wel een beetje mijn auto kleiner hebben. En dat is een week later is dat gelijk gebeurd, want ik kreeg een aanrijding en de auto was kleiner. Je moet vragen, van Heer, ik wil een kleinere auto en ik wil zuiniger de auto. En dan noem je eigenlijk maar het merk op. En dan vertel je ook aan de Heer dat je misschien een nieuwe auto wil. In plaats van een oude rabbelkast. Begrijp je wat ik bedoel? Je mag God vragen. God die vindt dat fijn.
Kijk, Gabriel is straks gewoon heel trots als Samuel de eerste ijsje gaat vragen. Toch? Papa, ijsje. We mogen vragen. Het is heel belangrijk. Geloof overwint de wereld. Wees volhardend in je geloof. Dat is heel belangrijk, hè? Volhardend, hè? Hou vol, hè? Daar hebben we het net over gehad, hè? Niet, hè? Hou vol en laat niet los. Want de duivel die zit ook niet stil om jou onderuit te halen. Ja. Om jou bepaalde situaties in je leven te geven van moeilijkheden. En dan zegt hij ook tegen jou, net als bij Job, van geloof je nog in hem? Geloof je nog dat het goed gaat? Geloof je nog dat God jou zegent? Laat het toch los, joh. Ga toch niet meer naar de kerk toe. Misschien ben jij die persoon ook wel op het internet. Je denkt, ja, ik heb de kerk en ik heb Jezus, heb ik losgelaten. Vlucht opnieuw naar de levende God. Want Hij alleen kan jouw leven veranderen. Hij kan controle geven in jouw leven. Hij kan de onmogelijkheden kan Hij mogelijk maken. En alles is mogelijk. Wees gewoon elke dag volhardend in wat Hij hier wil in jouw leven. Ga niet kijken op je omstandigheden. Maar kijk naar Jezus. Kijk niet met de ogen van jouzelf naar jouw situatie. Maar kijk met de geestelijke ogen van God naar jouw situatie. Vraag Hem om ogenzalf. Zeg, Heer, ik ben moe. Ik ben misschien af. Ik heb er geen zin meer in. Ik zie het misschien helemaal niet meer zitten. Maar volhard. Heb je ogen gericht op Jezus in plaats van op je eigen situatie. Niet alleen door het aanschouwen. Geloof is niet alleen door het aanschouwen. Laat je niet leiden door wat je ziet, maar door wat je gelooft. Alles is mogelijk voor degene die gelooft. En niet voor degene die voelt. Of degene die wat ziet. Of degene die wat hoort. Alles is mogelijk voor degene die gelooft. En we zijn hier vandaag als gelovigen. En dan mag je gaan staan in het geloof. Geloof is de onbeperkte macht van God op jouw leven. En God die de hemel en de aarde en alles geformeerd heeft. Nou, vraag eens aan NASA hoe groot het heelal is. En dat heeft onze papa heeft het gemaakt. Die heeft het zo even pats geformeerd. En als hij dat geformeerd heeft, wat zal hij dan bij jou kunnen doen? Het onmogelijke mogelijk. Amen. Prijs Jezus ervoor. Laat je geloof actief zijn. Nou, van de week had ik even een leuke t-shirt aan. Je hebt het al gezien met een hand, Jezus gered. En ik was even en ik kreeg weer een paar gesprekken met een paar mensen. Dus die t-shirts met de boodschap. Je geeft de boodschap. Ik zie soms mensen lopen met een doodskop op hun t-shirt. Denk ik, wat voor een boodschap zend jij uit naar deze wereld? Een boodschap van dood. Maar ik dank Jezus, want Hij is het leven. Hij is het leven in overvloed. En dat is zo mooi als je dat ziet. Dat als jij de levende God dient, dan zal jij een leven hebben in overvloed. Dat houdt in dat je misschien wel eens een keer een ontsteking aan je schouders zal hebben. Dat zal eens een keer in kunnen houden dat je brandgaten in je broek hebt. Maar misschien wil de Heer wel dat die broek eens een keer in de vliegvlieg. Dat die opbrandt door die sigaret. Ja, dan denk je, ik stop nu met roken. Er moet iets gebeuren voordat uiteindelijk iets
omdat we iets ondernemen. Meestal ook, hè, als we last hebben, ik heb ook een beetje last van obesitas. Dus ik wil eigenlijk er wel een paar kilootjes af hebben, minimaal 5 kilootjes. Dus als ik volgende keer bij jullie kom, zorg er dan voor dat jullie geen bananen meer hebben liggen, maar komkommer. Want dat slankt af. Wat ik wil zeggen is, we moeten dingen in beweging zetten. En laat God jou inspireren om dingen in beweging te zetten in je leven. He, en als je dat gaat ontdekken, van hé, wauw vader, ik heb iets kunnen creëren. Dan ga je ontdekken hoe mooi God is. Amen.